такой я такой блин, Asemenea, ai probleme ăsta? Am de cni. Oké, okay, dan mag je dus vanaf hier gewoon met een normaal looptempo lopen tot het einde van het duel. Filmen? Dan heb je hier de afloop van je linkervoet die gaat vrij hard naar binnen gaan. Rechts is het veel minder dan als men is vooral links is het hardst. Eens kijken. Kijk, dit is die volledige voetbalans zijn, vooral op het heelbeen. Die een vrij harde pronatie daarachter. We valt het vrij goed mee. Om te zorgen dat dit kunnen opvangen in het zootje of in de schoen. Dan hebben we hier dus de volledige balans zijn over de hele lijn. Je ziet vooral de linkervoet die heel hard proneert in het begin. De rechter valt goed mee daarnaast. Dus vrij goed, dus dat valt. Goed mee, dan eens kijken nog. De schoen, zij geeft een voorstel van een lichte antipronatieschoen. Zij geeft hem met een klein steuntje aan het achterrijden om de eerste pronatie dan op te vangen. Ja. Hij breekt dus aan de hand van hem, dus vooral de achtervoet die dus naar binnen toe krijgt en de linker harde naar rechts. Hier zie je dan ook het totale beeld van de voet. Zoeltjes. We gaan het sportzoeltje voor u maken. Voor de altijd natuurlijk. Wel met wit. Dan gaan we de curves zien. Dus we gaan links een snelle correctie zetten. Dat je daar heel hard naar binnen toe komt. Oké. Ja. Voilà. Er wordt dus afgedrukt en 4 dagen later zien. Ja. Oké. Okay. Afdrukken. Nee, nee, afdrukken. Ja. Oké, dan gaan we nog eens hetzelfde terug met de rechtervoet terug tot het einde van de loopstrook. Ja, oké. Doe maar. Het is een afrol van je schoen nu. We gaan eens kijken ten opzichte van de juist. Dus nu is het veel minder dan de juist, dus het is veel beter. Dus heel goed. Hè. Nou, kilo, is hij druk? Ja. Op school? Gewoon mag niet. Niet? Wat? Nee, 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 D3D's gaan. Gewoon, dat is gewoon dat lopen. Dus gewoon die run, pak die run, ja. Pak die run naar beneden. Hm? Oké, en dan klikt op printer. Printer. En klikt op print. Oké, en dan stopt hij. Ja.